Gisteren bij Oudweerplein in het district Kommewijnen, van de opening plaats van de nieuwe betonnen steiger. Ministeriadeur Mohamed van Openbare Werken gaf tijdens zijn toespraak aan dat de regering van Tokyo-Brunswijk heeft bewezen de nieuwe betonnen brug in orde te maken. 10 jaar lang was er een regering die 4 miljard US dollar heeft gebruikt, maar een simpele, duurzame loopsteiger niet heeft kunnen maken. En deze regering heeft bewezen in een paar maanden voor een klein bedrag een duurzame loopbrug van hout te vervangen in een prachtwerk dat u zo meteen gaat zien. En ik wil een hartelijk applaus vragen, niet alleen voor die steiger, maar voor het goed bestuur van de regering en die duurzame ontwikkeling. Dit is het concept van goed bestuur en duurzame ontwikkeling. En de voorgaande sprekers hebben al gezegd wat er gebeurd is in dit project. Jarenlang niet gedaan, maar we hebben meer gedaan, inderdaad. Meneer Mohan heeft het gezegd. Wij hebben als beleid duurzame projecten op te leveren en geen halve projecten. De pan die ik daarin weg zou vergeten, was ook een paar stenen gelegd om te kijken hoeveel stemmen men kon krijgen. Wat deze regering heeft afgerond terwijl er crisis was. Alle soort crisis, alle soort schulden, we hebben hem opgeleverd. Dan zijn we verder gegaan. Wegen waren slecht. En Kommewijnen had iets karakteristieks. Dat zijn vele stegers. Rechteroever, linkeroever. Was hot issue. Allemaal van hout. Hele achterstand. Jarenlang geen aandacht gehad. En zo zijn we begonnen. Bestanden van Wegen. Ministerie van LVV. Ross OW. Vandaag is er een voorraadstand in Kommewijnen. Dat hebben we weer. Voorraadstand voor Zandweg. Loopstegers. Meneer Arendt is hier met zijn staf, worden ook in PPP hier gerehabiliteerd. Laten we dat ook zeggen. De vele loopstijgers, rechteroever, Kommewijnen rivier, Houtenbruggen, 5. De sluizen, rechteroever, ongeveer 5 prachtige werken, worden vandaag gerehabiliteerd. Sommige zijn al opgeleverd. In geen jaren gedaan. In geen jaren gedaan. Veel probleem kennen we, meneer Mohan heeft gelijk. Het IDB-project om het probleem van file op te lossen was in de lade gezet. Was in de lade. Die regering durfde niet. Deze regering heeft gedurfd het project uit de lade te halen. Het heeft 2 jaar geduurd voorbereiding, want alles moest opnieuw gebeuren. Vandaag wordt het project uitgevoerd. Er gaat verlichting komen, de volgende fase gaat volgend jaar starten. Dan gaat er verlichting komen voor file. Zeker voor Kommewijnen naar Paramaribo toe. En project Brug Suriname Rivier is niet in de lade. De Brug Suriname Rivier gaat komen. We treffen weer de voorbereiding. Het gaat komen. Ferry service was ook beloofd. We hebben nu een leuke aanbieding. Investeerder is gekomen. We hebben de zaken bestudeerd, bekeken. We gaan dat oppakken. Niet alles is misschien gelukt afgelopen periode. Maar we zijn het niet vergeten. Die oplossingen gaan komen, helemaal wat u zei meneer Mohan, in het kader van toerisme, duurzame ontwikkeling, betere vervoer van mensen. En een groot zorgpunt, mensen van Kommewijnen, is inderdaad zeespiegelstijging. We raken geconfronteerd met verschillende dijklichamen die overal hier en daar afbreken. Maar ook daar hebben we actie ondernomen, ik zie hoofdkustbeheer. Dat we een aantal werk hebben uitbesteed in Kommewijnen om prioriteit te geven daaraan. Ook jachtlus. U hebt lang gewacht, jachtlus. Lang gewacht. Er komt een prachtig ontwerp. Automatisch. Voor mij hebben we gaan geen sluis meer hebben, ja toch? Voor mij automatische klepduikers. Zelfbediening. Dat gaat u krijgen. Ik vraag een beetje geduld. De materialen zijn besteld. En die aannemer is al begonnen. Dat gaat u ook krijgen. U hebt het gehoord, steiger, bakkerastrooisie. Wat van beton? Hout gaat weg. Er zijn al een aantal betonnen platen gezet en dat is het beleid. We gaan step by step alle houten steigers vervangen in beton. Of combinatie beton-hout, mag natuurlijk. Mensen, vooral de Kommewijners, structuren van Kommewijnen. Dit is een tipje van de sluier. Dit heeft OE volgevlucht. Gedaan en komen we. Maar er zijn andere ministeries die ook wat hebben gedaan.
Bijvoorbeeld ministerie van LVV, volksgezondheid, onderwijs. Die hebben ook wat gedaan afgelopen jaar. De regering heeft miljoenen gestopt in Kommerwijnen, ondanks de precaire middelen. Daarna gaf president Chandrika Prasad Santokhi van de Republiek Suriname aan wat de bedoeling van de regering is met Kommerwijnen. Mijn mensen, voor Kommerwijnen zijn inderdaad afspraken gemaakt. Daarom ben ik vandaag hier. Eén, we hadden afgesproken de grote problemen van Kommerwijnen op te lossen. Waterprobleem was nummer één. En we hebben de modernste fabriek daar opgezet. Modernste fabriek. Om heel Kommerwijnen van water te voorzien. En die capaciteit is er om van heel Kommerwijnen water te voorzien. Ook rechteroever. De raadsvoorstellen zijn al goedgekeurd. En één deze dagen komen we voor Alkmaar om te launchen, om te starten met het waterproject. En ook rechteroever krijgt water en elektra. Daarna heb ik met een aannemer gesproken, meneer Boudou. Die is nog eergisteren bij me geweest. Hij gaat een pompstation zetten aan de rechteroever. Hij heeft al een grond. Zodat elke burger 24 uur daar kan tanken. Goedkoper dan Paramaribo. Ook dat gaat gerealiseerd worden. Voorburg Woningbouw AP, Richelieu. Allemaal zullen aangepakt worden de komende weken. En ook die wegverbinding naar Nieuw-Amsterdam vanuit Richelieu zal ter hand genomen worden. Daar worden afspraken gemaakt met die aannemer en minister OW en Financiën. Vandaag is het deze brug. Die andere grote project, de tweede brug over Quarantaine. Sorry, over de Suriname rivier. Daar zijn we heel vroeg uitgekomen. Minister OW is heel vroeg uitgekomen, bekendgemaakt aan de wereld. Suriname wil een tweede brug over Suriname rivier. En de vier gebieden waren geïdentificeerd. Helaas, niemand heeft gereageerd. Ik heb minister weer gevraagd. Ga weer die bekendmaking plaatsen. En ik kan u zeggen, op dit moment zijn er twee bedrijven, twee serieuze bedrijven, die wel ready zijn om die brug te bouwen. Minister, als het goed is, gaat die komende week het dossier krijgen, zodat we ook die voorbereiding kunnen treffen voor een tweede brug over die Kommerwijnen rivier. We gaan step by step vooruit. Step by step gaan we alles in place brengen. En natuurlijk, de eerste 2-3 jaren was het geen makkelijke jaren. Ten aanzien van fileprobleem, dat wordt aangepakt. Er komen zoveel voorstellen vanuit de gemeenschap. Alle voorstellen, minister, moeten serieus bekijken. Maar ook dat gaat opgelost worden. Ten aanzien van veerbootverbinding. De regering heeft goedgekeurd. Het uitvoeren van een studie moet binnen 3 maanden klaar zijn door minister TCT. Omdat vanuit buitenland we aanbieding gehad hebben van 2 veerboten. Maar die moeten goed bestudeerd worden. Type veerboot, samen met SMS, samen met OW. Om te kijken of ze hier ingezet kunnen worden. Dus we wachten wat de studiegroep gaat zeggen. En hopelijk kan het de komende weken zijn dat de studiegroep het advies geeft aan de regering. Dat we door kunnen gaan met het project van de veerverbinding Suriname. In Suriname tussen Paramaribo en Meerzorg. En als het daar niet gebruikt kan worden, moeten andere mogelijkheden bekijken. Wat is belangrijk. Mijn mensen, er gebeuren dingen. En we gaan door. Op deze wijze, step by step gaan we vooruit. Stap voor stap gaan we vooruit. Die verbetering gaat ook voor jou betekenen in de buurt. Dat je ook merkt dat u vooruit gaat. Step by step. En ik roep je op om met de regering door te gaan. Om samen te werken. En ook te zorgen dat dit beleid gecontinueerd wordt in de toekomst. Dat goed bestuur gecontinueerd kan worden. En vooral tegen de achtergrond van oil en gas. Gaat Kommerwijnen een van de belangrijkste districten zijn om mee te profiteren van de ontwikkelingen met betrekking tot oil en gas. Zeker voor wat betreft de stijgers die hier gebouwd gaan worden. Maar ook de werkgelegenheid, de local content ontwikkeling. Dat gaat u ook binnenkort merken dat ook uw gronden en uw percelen allemaal in waarde zullen toenemen tegen de achtergrond van oil en gas.